Elke onderneming moet haar financiën en dan vooral ook de fiscale situatie van het bedrijf goed beheren. Je kunt als ondernemer je laten adviseren door een accountant of belastingadviseur om zo het financiële plaatje gezond te houden. Ondernemingen in de agrarische sector zijn vaak wat uitdagender voor accountants en belastingadviseurs. Waarom dat zo is, daar kan Twan Fleuren van Fleuren Accountants plus Belastingadviseurs ons meer over vertellen. In de agrarische sector heb je te maken met agrarische ondernemers die gewassen en of dieren hebben. En die gewassen en of dieren die groeien uit tot een volwaardig product. En om dat uitgroeien tot volwaardig product goed kunnen begrijpen, dien je als agrarisch accountant ook de kennis en ervaring te hebben van die producten. Daarnaast is het zo dat je in het agrarische aanvullende wet en regelgeving hebt. En als je die aanvullende wet en regelgeving zelfs begrijpt als agrarisch accountant, dan kun je relatief makkelijk de gewone MKB-ondernemer ook van dienst zijn. Een accountant is een vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer. Eigenlijk wil dat zeggen dat het een sparringpartner is van de ondernemer op een heel breed terrein. Dus het is voor een accountant belangrijk dat je veel kennis en ervaring hebt op verschillende gebieden waar de ondernemer mee te maken krijgt. Er zijn heel veel ondernemers die inmiddels inzien dat een accountant geld op kan leveren in plaats van geld kost. Als accountant is het belangrijk dat je als het ware boven die onderneming hangt en dat je de verschillende deelgebieden voor de cliënt optimaal met elkaar laat communiceren, zodat je de speelruimte die je daarin hebt optimaal voor de klant benut. Want als je daarin ruimte laat liggen, zou dat zonde zijn. Twan heeft veel kennis en ervaring op agrarisch gebied. Daardoor kan hij ons goed adviseren in ons bedrijf. De goede adviezen die waren vooral op belastingadvies, op investeringadvies en bedrijfsmatig advies. Daar hebben we zeker veel aan gehad.